deze even niet vast aan. Nou, nee niet hoor. Natuurlijk zijn er dingen die misgaan, maar over het algemeen, ja, het gaat al. En het is zo fijn dat je een publiek hebt. Hè? Als je het voor een lege zaal moet doen, dan is een generale toch nog een beetje, minder echt, hè? Minder echt, ja, precies. Dus is geweldig met publiek. Ja, en hoe was het om die rol van Mama Jamila te spelen? Ja, dat is een hele mooie rol. Daar kruip je op een gegeven moment ook in. Dan doe je die omslagdoek om en dan voel je je steeds meer Mama Jamila worden. En dan ga je ook rustiger praten en dan komt dat. Ja. Bedankt voor je bijdrage. Het is gewoon geweldig om zo in deze zaal te spelen. En wat heel leuk is dat we nu ook publiek hadden. En dat gaat toch anders dan als je het gewoon zo speelt. Je mocht vanavond rechter Frollo spelen. En dat was echt een slechterik. Hoe was het om in zijn huid te kruipen? Ja, rechter Frollo staat ver van mij af. Maar juist omdat hij zo slecht is, kun je die wel heel mooi spelen. En het is ook best wel een ingewikkelde. Hij is niet alleen maar boos, maar hij is ook een beetje jaloersig, meegaand soms. Dus je moet daar heel erg variatie in brengen. En ik vind het heel leuk om in een rol te kruipen. En een slechterik nu, ja, hartstikke leuk. Het was ook te zien dat je er heel erg van genoot. Ja. En nog een aantal voorstellingen staan eraan te komen. Klopt. Dat gaat lukken, denk ik, hè? Ja, we hebben nu nog 5 voorstellingen. De volgende voorstellingen zijn allemaal uitverkocht. Alleen voor zondagavond hebben we nog wat extra kaartjes over. Maar ja, dat gaat gewoon een feest worden. We hebben vandaag heel veel geleerd. Kleine dingetjes die nog anders kunnen. En we hebben er allemaal zin in. Ik ook. Dankjewel, Jan Maarten. Er gaat heel veel fout en er is ook heel veel fout gegaan, maar ook heel veel goed. Nou, en we hebben vannacht nog en morgen de hele dag nog. En dan gaan we die puntjes werken. 1 voor 1 werken we het af. En morgen gaan we knallen, weet ik nou al. 100. Als het vanavond ook al knallen was, dan moet het morgenavond wel heel hard knallen zijn. Ja, nou kijk, het is een try-out. En bepaalde zaken hebben we gewoon voor het eerst gedaan. Nou weten we dus, daar moeten we mee verder en daar moeten we op letten. En die basis die staat. En op die basis, als die maar staat, wordt het alleen maar beter, weet ik zeker. Ja. Wij hebben er ook alle vertrouwen in. Heel veel succes verder. Dankjewel.